Tussen Rijn en Wiericke. Een talkshow over lokale onderwerpen die ook u raken. Uw gastheer Henry Stoldijk. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Tussen Rijn en Wiericke. Vandaag spreken wij met Marcel Bos, voorzitter van Wijkcomité Zuid. En daar vallen de wijken Dronewijk en Broekvelde onder. Ja. Klopt dat? Ja, het heet een wijkteam eigenlijk. Een wijkteam. Maakt niet zoveel uit. Wijkcomité is ook mooi. Maar wijkteam, als dat een naam is, moeten we dat gebruiken. Dat bedoel ik. In ieder geval welkom. Van oorsprong bent u ondernemer. Ja. En dit is iets heel anders. Wat drijft u om dat te doen? Dat wordt vaker gevraagd. Ik vind het gewoon belangrijk dat de burger zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen doen en laten en zijn eigen leefomgeving. En de burger, dan praat u dan dat u zelf de burger bent? Of hoe moet ik me dat in dit verband voorstellen? Zo begint het in eerste instantie misschien wel. Maar je ziet, we hebben een overheid die treedt langzaam maar zeker terug. En daar moet toch wat voor in de plaats komen. Dat zal de burger zelf moeten doen. Ja, en u zegt dat moeten wij organiseren. En ja. U vindt dat fijn, prettig om daar een rol in te spelen? Het is niet iedereen gegeven om dingen te organiseren. Nee. En ik doe dat mijn hele leven al. Ja. En ik heb zoiets, het is leuk om je dienstbaar in maatschappij te zijn. Ja, ja. Al heel vroeg begonnen met de vakantiespelen en altijd zo gebleven, geloof ik. Hè? Maar ondernemen, dat is ook leuk. En je moet het er wel naast kunnen doen. Ja. Dat is u ook blijkbaar altijd gelukt. Ja, gewoon zorgen dat je prioriteiten stelt. Ja, gewoon de agenda goed beheren en dan kom je er wel. Geen probleem. Wijkteams, wat doen die eigenlijk? Ja, van alles nog wat. Wij, als we terugkijken naar het verleden, dan zijn we een jaar of 12 geleden begonnen. En we houden ons bezig met onderwerpen als de zwarte plekken bijvoorbeeld in een wijk qua verlichting. Oké, zwarte plekken waar gewoon de verlichting het slecht doet. U kijkt waar problemen zitten in de wijk. Ja. En dat is onder meer op het gebied van verlichting. Verlichting, parkeren, overlast, hondenpoep. De top 3 is natuurlijk overal hetzelfde. Hondenpoep en voetballende kinderen. Nou, ja. Een voorbeeld daarvan is gewoon, wij hebben de voetbalkooien gerealiseerd in Bodegraven. Prachtige voorziening waar iedereen blij mee is. Maar er moet inderdaad iemand het initiatief nemen. En dat is uw wijkteam geweest. Nou, hoe gaat zoiets? Nou, mijn buurvrouw ging op vakantie naar Amerika. Ja. En die kwam terug en die zat daarover te vertellen. En op een gegeven moment kwamen we op die speelkooien die je daar hebt. Daar zijn ze veel aan het basketballen. Ja. En ineens hadden wij de link gevonden met een probleempje van voetballende kinderen. U denkt, dan kan die bal er niet uit. En, ja. En inmiddels zie je een aantal van die kooien in het dorp verschijnen. En... Ja, gaat niet zo makkelijk, want het lijkt simpel, maar zo'n kooi kost best een hoop geld. En je moet een mooie locatie hebben waar niet al te veel overlast is en al dat soort zaken. Ja, je moet de problemen niet concentreren. Nee, dan. Je moet zorgvuldig zijn. Ja, maar dat is iets waarvan u zegt, daar hebben wij als wijkteam een succesje geboekt. Ja. Ja. Hoeveel mensen zijn er actief in al die wijkteams? Want er is een aantal wijkteams, toch? Ja. In Bodegraven zijn er eigenlijk 5. En wij hebben in het centrum van Bodegraven hebben eigenlijk gewoon gezegd van dat waren 4 wijkteams. Laten we proberen iets efficiënter te worden en gewoon Dronewijk en Broekvelde bij elkaar te gooien. Dronewijk, daar gebeurde al een aantal jaren niks meer. Want dat is de volgende vraag. Wel, hoeveel mensen zijn erbij betrokken? Maar laten we eerst het aantal afmaken. En aan de andere kant van het spoor had je Centrum en Noord en dat is nu ook bij elkaar gekomen. Dus er zijn nu nog 2 wijkteams actief. Ja. En hoeveel mensen praten we dan over? Per wijkteam varieert dat een beetje. Dus meestal zou tussen de 7 en de 10 mensen. En als ik het goed heb onthouden, dan bent u al 12 jaar actief. U was ja, het eerste 10 jaar, uur. Denk ik. 10 jaar, oké. Okay. Ja. Zijn er veel mensen die al die tijd al meedraaien? Ja. Ja. Wat drijf je om dat 10 jaar te doen? Ik begrijp dat u bent begonnen, maar als het altijd dezelfde mensen zijn, zit er dan genoeg doorstroming in, ideeën in? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja en nee. Vrijwilligers krijgen voor dit soort dingen is en blijft altijd een probleem. Ja. Dat zie je door de hele samenleving voor allerlei activiteiten in. En daarom zijn wij gewoon heel blij dat wij gewoon een bepaalde groep mensen bij elkaar hebben die het gewoon echt leuk vinden om te doen. Die de tijd hebben om het te doen, maar die ook enigszins de kennis en ervaring hebben om het te doen. Want het gaat niet vanzelf. Je moet ook een klein beetje kennis van de politiek hebben. Je moet een beetje kennis hebben van hoe een gemeentehuis in elkaar werkt. Waarom is dat? Want als je dingen gedaan wil krijgen, zou je dingen in beweging moeten zetten. Ja, ja. En dan moet je op de goede knopjes drukken. Ja. Dan moet je bij de juiste mensen aankloppen. Ja, ja. De goede terminologie gebruiken, dat soort zaken allemaal. Nou ja, je ziet dat sommige wijkteams werken wat functioneren wat beter als de andere wijkteams. En heel vaak heeft dat te maken met het feit dat mensen een klein beetje gedesillusioneerd raken in datgene wat ze aan het doen zijn of proberen te doen.
En als mensen dit soort dingen doen voor de samenleving, is het ook wel voor die mensen belangrijk dat ze resultaten boeken. Ja, dat is altijd prettig natuurlijk. Als je ziet wat er gebeurt. En is resultaat, want u heeft een paar concrete dingen genoemd. Nou, eigenlijk één, hè, de voetbalkooien. Zijn er resultaten voor iedereen te halen? Best veel, want in iedere omgeving zijn er gewoon plekken waar op het gebied van groen wat gedaan moet worden. Waar hier en daar te weinig parkeerplaatsen zijn. Ik heb de verlichting genoemd. Ja. We hebben een achterpadverlichtingproject gedaan. Heel Broekvelden, alle achterpaden zijn verlicht. We hebben 2 keer voorlichtingsavonden gehouden over beveiliging. We hebben regelmatig contact met politie, met de korpschefs. Om toch ideeën aan te dragen om meer aan beveiliging te doen. Want er is gewoon weinig politie en mensen voelen dat. Dus je probeert daarbij te helpen. Nou, is een wijkteam bezig voor de wijk? Ja. Hoe is de respons? Hoe is uw contact met, ja, wat moet je zeggen, de wijkbewoners? Nou, dat is heel simpel. Wij gaan meerdere keren per jaar gaan we de wijk in. Zoals onlangs, we zijn de samenwerking in Dronenwijk aangegaan. En wat doe je dan? We hebben geflyerd door de hele wijk, om ons even voor te stellen. Wij hebben een tent neergezet bij de Salvatorkerk, waar de viskraam staat op een zaterdag. Ja. Kenbaar gemaakt dat we dat gaan doen. Dan komen er toch een 40-tal mensen naar ons toe. Heel concreet, met zaken, wat genoteerd wordt. En we hebben tegelijkertijd gezegd dat we dan 2 weken later een vergadering houden. Dat hebben we gedaan in Rijngaarden, dat is dan ook om de hoek. En dan zie je dus ook dat mensen die dan gekomen zijn, komen ook daar naartoe met hun problematiek. Er zitten meteen mensen van de gemeente bij en we proberen meteen zaken te doen. Dus men komt wel als men zelf betrokken is. Ja, en die betrokkenheid op al onze vergaderingen komen gewoon wijkbewoners. Oké, dat is mooi. U heeft het gevoel dat u met de samenleving werkt. Absoluut. Dan heb ik één onderwerp, dat had u vast nooit verwacht. Nee. Als we hier naartoe komen, dan is er een trimbaan. Ja. Op zichzelf een mooi initiatief. Geweldig. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar de verkeerde plek, zeg ik dan als buitenstaander. Helemaal mee eens. Inmiddels wel, toch? Ja. Er wordt geen gebruik van gemaakt. Nee. Kostbare toestellen. Wat gaat ermee gebeuren? Ja, dat is voor ons nog een klein beetje een open vraag. Wij zijn daar met de gemeente ook al in overleg. De locatie van deze dingen is in overleg met de gemeente eigenlijk tot stand gekomen. Het achterliggende idee was eigenlijk dat je een rondje kon maken om bodengraven. Op de straat zijn 100 meter stukken aangegeven en dat soort zaken. We hadden gehoopt dat de sportverenigingen er gebruik van zouden maken. Dat misschien de fitnessschool daar gebruik van zou maken. Die hebben het opgenomen in hun buitenactiviteit. Ja. Maar ja, daar is het natuurlijk in principe niet om te doen. Het was de bedoeling, het was voor ons eigenlijk een soort cadeautje aan de wijk. En ook wij zijn mensen en er wordt wel eens een fout gemaakt. Dat is niet meer de vraag, want de vraag is wat gebeurt er nu mee? Ja, dat weten we nog niet. Want u zegt, ik ben in overleg met de gemeente. Zijn er andere plekken denkbaar? Wij hebben gewoon aangegeven van, jongens, dit heeft geld gekost. Het wordt niet gebruikt. Als iemand een idee heeft waar die dingen eventueel goed bij elkaar zouden kunnen staan, dan moeten we met elkaar kijken of dat te realiseren is. Maar het moet wel zo zijn dat als er een nieuwe locatie komt, dat het ook een locatie is waar we gezamenlijk van vinden van, nou, daar zou het dan wel moeten gaan lukken. Want nog een keer geld uitgeven. Snap ik. En geen nutdienen, dat is gewoon zonder geld. Maar sindsdien is het stilgebleven. Ja, het is niet zo makkelijk. Nee, is het ook niet. Wijkteams Bodengraven hebben wij besproken. Ik verzuim te vragen hoe dat in andere kernen, dorpen, gemeenschappen om ons heen inmiddels gebeurt. Wordt momenteel opgezet. Wij werken daar als wijkteam actief in mee. We hebben de afgelopen weken in Waarden en Driebruggen al bijeenkomsten gehad. Ook daar is belangstelling vanuit de samenleving? Ja. In Waarden zijn inmiddels 8 mensen hebben zich opgegeven om in een wijkteam te gaan zitten. En in Driebruggen las ik dat het er 8 waren. Ik weet niet of dat inmiddels zo is dat het minder of meer is. Maar de respons is in ieder geval heel erg goed. Nou, dat klinkt allemaal mooi. Ja. Nou bent u heel betrokken. En u doet dat al heel lang.
en ik vind dat u ook aardig kunt praten. Waarom bent u nooit de politiek ingegaan? Is er geen functie in de gemeenteraad voor u in het zicht? Nee, ja, die vraag wordt ook wel vaker gesteld. Ah, weet je, journalistiek is zo eenvoudig. Maar ik heb altijd gezegd, ik ben wel politiek actief. Zoals u weet ben ik ook actief binnen de VVD. Ja. Maar ik heb altijd geweigerd om in de raad te gaan zitten. In deze tijd, hè? Ja, toch heb ik daar niet zoveel problemen okay, in. Nee, goed, ik ben een socialistische liberaal, zeg ik altijd maar. Ja. Maar als je in de raad zit, ben je wel een klein beetje met handen en voeten gebonden aan de etiketten die daar aan vasthangt. En ik opereer liever, daarbuiten heb je iets meer vrijheden. Oké, okay, dus dat is niet uw plek, ook in de toekomst niet? Nee, ik denk ook als je als ondernemer altijd gewend bent om je eigen gang te gaan, dan is het lastig om in zo'n orgaan te werken. Oké, okay. Nou, dat is een diepe, valt over na te denken. Maar dat gaan we niet meer vandaag doen, want de tijd zit erop. Wat we allebei zeker weten is dat de samenleving zonder vrijwilligers een kleurloze samenleving is. Dus mooi dat er mensen als u zijn en heel veel anderen in dit dorp, want dat is wel het mooie van deze gemeente. Er zullen heel veel vrijwilligers nodig zijn de komende jaren. Nou, veel inspiratie en motivatie bij alles wat er nog gebeurt. Bedankt dat we hier wilden zijn. U bedankt voor het kijken en wij zijn volgende week terug met een nieuwe aflevering van Jawel, tussen Rijn en Wierike. Tot ziens. Wie zijn er de volgende keer te gast in tussen Rijn en Wierike? Neemt u de uitnodiging aan en zit u binnenkort bij ons aan tafel? U ziet het allemaal in een volgende aflevering van Tussen Rijn en Wierike bij TV Bodegraven.